Wij zijn bezig met een hele grote campagne, zoals jullie weten, om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met alles wat wij in ons prachtige archief hebben. Dat is allemaal Nederlands cultureel erfgoed. En dat kunnen wij natuurlijk niet zonder de lokale archieven. Dus vandaar dat wij deze prachtige augustusmaand afgereisd zijn naar Sneek. Wat er hier op tafel ligt, dat is, zonder dat wij het zelf beseften, uniek beeldmateriaal. Nou, wij hadden een aantal banden waar we zelf niet wisten wat erop stond. Ja, en door het contact met jullie zijn we er nu achter gekomen dat dat toch eigenlijk heel mooi materiaal is. Nou ja, dat bleek inderdaad heel bijzonder materiaal te zijn. Dus nadat wij contact met elkaar hadden, hebben wij direct gebeld met het Fries Archief. Fries Filmarchief, om het helemaal correct te zeggen. En toen hebben we contact opgenomen met Robert. En wat vond jij toen je er de eerste keer naar keek? En vervolgens kreeg ik de papieren te zien en daar stond opeens 1942 op. Ja. En dan begint er bij ons meteen een lichtje te branden. En hele mooie beelden van zowel de binnenstad als de zeilwedstrijd, als ook het hier naartoe komen naar het Starterseiland. Ja. En het is ook een seintje, denk ik, voor alle zeilers die hier in de omgeving zijn, dat die nog materiaal thuis hebben om daar wat mee te gaan doen. En dat is meteen een hele mooie brug naar het amateurfilmplatform. Want waar wij heel erg naar op zoek zijn nog steeds, als mensen interessant filmmateriaal hebben uit de omgeving van Friesland en natuurlijk ook de Sneekweek, zijn jullie van harte welkom om die te plaatsen op het amateurfilmplatform.nl. Dat is een initiatief van het Instituut voor Beeld en Geluid. En dat doen we met verschillende archieven in het land en ook met het Fries Filmarchief. En zeker als jullie ook nog videobanden hebben, dus de echte fysieke banden waar Gerlof het net ook al over had, kom ze inleveren. Wij kijken ernaar en de meest bijzondere worden opgenomen in de collectie.